Dus als je vraagt van wat doet de overheid, dan zeg ik van dit is niet voor de overheid. Dit is een public health ramp. En dat betekent dat de hele gemeenschap, de hele overheid, de hele gemeenschap, iedereen een steentje bijdraagt. De vraag wanneer komen we uit de vierde golf, als ik daar even op daarop in mag gaan. Ja, dat hangt ook af van ons gedrag met z'n allen. Het hangt ook af van als we gaan handhaven, maar het hangt ook af van wat de burger zelf doet. En ook hoe snel en hoe goed gaan we met z'n allen het vaccineren doen. Dat gaat ons echt uit die vierde golf halen. Dus het lijkt alsof we zoeken naar straf. Vinden we het leuk dat militairen achter ons aanrennen of politie achter ons aanrennen? Jullie kennen al die beelden, toch? Van Italië, India met die knuppels, die mensen werden geslagen van de straat. En ook bij ons was het toen met de avondklok dat die jongens die zich buiten de schutting bevonden, dat die werden opgepakt. Is dat wat we willen? Het enige wat we vragen is, kom niet met z'n allen bij elkaar om dat virus bij elkaar over te brengen. Dat is het enige wat gevraagd wordt. En de rest, als je aan al die maatregelen houdt, dan kunnen we allemaal er snel uitkomen. Net zoals dokter Van Dijk zegt, public health. En het is misschien vreemd dat je dat van mij hoort, maar ik begrijp die mensen eigenlijk ook wel. Ik begrijp mensen die nu gaan feesten. Het is al langer dan een jaar dat we in lockdown zitten en dat we aan allerlei maatregelen moeten houden. En het is eigenlijk niet natuurlijk hoe wij ons moeten gedragen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen daar moe van zijn. De doelstelling van die ik mezelf heb gesteld als coördinator voor de komende maanden is om zo snel mogelijk die situatie te krijgen waarin we dit wel kunnen doen zonder dat anderen je bestraffend aankijken omdat je plezier hebt. Op dit moment vaccineren we ongeveer 15.000 doses per week. En als ik uitreken dat er 57.000 mensen een tweede prik moeten krijgen en 125.000 mensen nog helemaal niet gevaccineerd zijn, dan is het ongeveer 300.000 doses die er nog gegeven moeten worden. Dus met dit tempo zijn we nog minimaal 20 weken verder, dus ongeveer een half jaar. Dat vind ik persoonlijk veel te lang. Dat gaan we niet volhouden. Niet als mens, als gezelligheidsdier. Ik ben ook een gezelligheidsdier. Ik ga dat niet volhouden. Maar we gaan het ook als gemeenschap en als economie niet volhouden. Zoals ze het zeggen, we didden in afvillen. Dus, gevaccineerd of niet gevaccineerd. Is benadrukt dat we niet genoeg vaccineren, het gaat te langzaam. Hebben we voor dit jaar dan weer geen Oruyari Pagara estafette? Het spant erom. Als we komen tot 30.000 vaccinaties per week, dan is het 10 weken, dan halen we het misschien net. Dus dat zou heel erg mooi zijn. Daar streef ik ook naar. Ik moet eerlijk zeggen dat dat niet zo heel erg realistisch is. Maar ik denk dat we wel met de president en de regering kunnen afspreken om een nationale feestdag ergens begin volgend jaar te hebben wanneer we het wel gehaald hebben. En dat we een teller gaan zetten hoe we gaan aftellen naar die datum.